Welkom allemaal bij de webinar over Frame Generator. Ik ben Michiel van Valen, consultant bij Cadix. En ik verzorg voor jullie deze webinar. Voordat ik verder inga op Frame Generator, wil ik even een aantal sheets even met jullie doornemen. Het is exact 3 uur, dus ik ga gewoon los. Dat ging iets te snel. Jullie staan geunmute. Dat betekent dat ik jullie niet kan horen. Zo kunnen wij goed de webinar geven. Webcam hoeft niet aan. Want ja, ik zie toch naar mijn eigen scherm. En als je een vraag hebt tussendoor, bovenin of onderin, daar staat de chat. En als je een vraag hebt, kun je daar de chat of je vraag kun je erin zetten. Dan zie ik de vraag wel voorbij komen en dan probeer ik deze ook te beantwoorden. Mocht dat niet gelijk kunnen, dan kan het altijd na afloop van de webinar. Dus de chatfunctie, daarin kun je vragen zetten. Ben ik ook goed verstaanbaar? Iedereen kan mij horen? Ik denk het wel. Ja, ik krijg al een ja van mijn collega. Dank je, Guido. Helemaal goed. Yes. Mooi. Dan gaan we los. Nou, wie is Cadix? Nou, misschien kennen jullie Cadix nog niet, maar ja, wij zijn bekend om trainingen die we geven. Zowel klassikaal als virtueel. Wat natuurlijk in deze tijd best wel vaak voorkomt. En daarnaast kunnen wij ook de combinatie van klassikaal en thuis. Dat wordt deze tijd ook steeds vaker gedaan. Naast trainingen staan we ook bekend voor oplossingen. Dat houdt in Volt implementaties. Dus dat is een PDM-systeem wat goed gebruikt kan worden bij Inventor of AutoCAD. En het maken van productconfiguratoren. En daarnaast hebben we nog een kleine afdeling, dat is detachering. Dus we hebben natuurlijk een breed netwerk van bedrijven. En er wordt ons altijd wel gevraagd, Cadix, kennen jullie nog mensen? Wij zoeken nog mensen en daar kunnen wij ook iets in betekenen. Wij hebben ook verschillende werkvelden. We hebben de bouw, waar ik zelf geen verstand van heb. Werktuigbouw, nou, dat is mijn afdeling. Een stukje installatietechniek weet ik ook wat van, vanuit mijn verleden. En hebben we een stukje civiele techniek. En waar ik ook niet zo heel veel van af weet. Sinds kort hebben wij de Cadix Support Tool. Wat betekent dit? Mocht je vragen hebben of wat dan ook over het programma, dat kan zijn met Inventor, met Revit, met AutoCAD of met Volt. Dan hebben wij een omgeving waar jullie vragen in kunnen zetten en dan kunnen we heel snel daarop antwoorden. Staat er ook. Mocht je daar meer over weten, moet je even een e-mail even achterlaten in de chat, want dan kunnen we even de informatie naar jullie opsturen. En je kan chat ook privé doen naar mij. Dus als het goed is, als je zegt toe, dan kun je als het goed is privé je mailadres opgeven. Goed. Wat gaan we doen tijdens deze webinar? Mocht je niet bekend zijn met Frame Generator, ik ga jullie echt het begin tot het einde laten zien van Frame Generator. Dus dat betekent eerst de opbouw van de schets. Vervolgens het plaatsen van profielen, profielen bewerken, frame aanpassen en hoe ziet het er dan uit in een 2D werktekening. Vanuit het verleden weet ik dat niet elke ingenieur happig is op Frame Generator, omdat dat vroeger in Inventor niet super werkte. Maar Autodesk die heeft behoorlijk de focus gelegd ook op Frame Generator en het is behoorlijk verbeterd. Ik zal ook mijn webinar in Inventor 2021 gaan doen. Mocht je dat nog niet gezien hebben, nou, heb je dat er ook gelijk bij. En dan zul je waarschijnlijk ook wel weer wat nieuwe features van Inventor zien. Maar ik ga straks beginnen met het opbouwen van een skelet. En dan ga ik gewoon alle punten bij langs. En dat doe ik uiteraard live. Dus ik ga even switchen naar Inventor. Moet ik even kijken waar die staat. Yes. Dus dit is het beginscherm van Inventor. Inventor 2021, donkere omgeving. Dat is nieuw in 2021. Ik ben er zelf hartstikke blij mee. En waar ik mee ga beginnen is het maken van een referentieschets.
Wanneer je frame generator gaat toepassen, is het belangrijk dat je een referentieschets gaat maken. Want die lijnen die je tekent, die heb je nodig voor straks in de assembly om je profielen te kunnen plaatsen. Dus ik ga gewoon een standaard IPT starten. En ik ga een heel simpel modelletje maken. Ik doe dit met een 2D-schets. Je kan het ook met 3D-schetsen doen. Of je kan het ook nog met surface modeling kun je frame generator toepassen. Maar ik ga de 2D-schetsen gebruiken. Nou, ik zet even mijn view cube goed. Want daar ben ik altijd heel erg nauwkeurig in. En vooral als je bijvoorbeeld ook nog werkt met jongens uit de bouw, waar je data met elkaar moet gaan uitwisselen, dan is het ook belangrijk dat die z-as omhoog gaat staan. Ik ga een simpel framepje maken, dus ik begin even met een aantal lijntjes te tekenen. En vervolgens ga ik ze even vastleggen. Dus ik zet dit middenpunt op het absolute middenpunt en het onderste punt op het middenpunt. Nou, de hoogte. Je zou hier bijvoorbeeld ook nog iLogic aan kunnen koppelen. Dus dan moet je ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld de parameters die je nu gaat invullen een naampje gaat geven. Dat ga ik nu niet doen. Ik vul hier gewoon een hoogte in. En vervolgens een breedte. Die maak ik even 1000 mm. Finish sketch. Dus mijn eerste schets is klaar. Vervolgens, ik wil ook nog een ander profiel hebben. Dan ga ik even een workplane aanmaken. Wat is het voordeel hiervan? Als ik nu straks bijvoorbeeld deze eerste schets ga aanpassen, dan hoef ik alleen maar die schets aan te passen en de rest gaat gewoon mee. Dus ik pak de project geometrie en ik neem vervolgens de lijnen neem ik over. Vervolgens wil ik deze natuurlijk met elkaar gaan verbinden. Dat kun je doen door middel van een 3D-schets, maar je kan ook een 2D-schets maken. En dan moet je er even voor zorgen dat je bijvoorbeeld een nieuwe workplane gaat aanmaken. En dat doe ik als volgt. Ik selecteer het lijntje, vervolgens een punt en ik heb hier een nieuwe workplane. Nou, ik wil hem wat groter hebben. Het hoeft natuurlijk niet, dus dan doe ik een rechtermuisknop auto resize en ik heb vervolgens een workplane die wat groter is en dat vind ik er wat beter uitzien. Hier ga ik een schets op starten en ik heb hier punten nodig. Punten die ik moet gaan gebruiken. En je zult zien dat hij hem niet automatisch pakt. Dus dan moet ik er even voor zorgen dat ik met de project geometrie die punten ga overnemen. En als je dan bijvoorbeeld een lijntje gaat plaatsen, dan zul je zien dat je daar het groene puntje krijgt. En dat betekent dat hij ook gelijk is vastgelegd. Want dat is natuurlijk erg belangrijk bij Inventor. Nou, ik ga hier ook nog even een tussenliggertje inzetten. Nou, dan moet ik die lijnen moet ik ook even overnemen met de project geometrie. En vervolgens maak ik daar een lijn tussen. En het enige wat ik nu hoef te doen is nog een hoogte. Nou, die maak ik 250 mm. Fully constrained, heel belangrijk natuurlijk. En vervolgens ga ik naar de andere kant. Mochten er tussentijds vragen zijn, stel ze gerust. Die wil ik even omdraaien en groter hebben. Ik start er een nieuwe schets op. Ik gebruik daar sneltoetsen voor. Dus hoef ik niet het knopje aan te klikken. En het enige wat ik nu weer ga doen is project geometrie om de lijnen over te nemen. Mocht je later wat willen veranderen, gaat dit een stuk sneller. Nu is mijn basisschets is klaar. En ik kan dit model nu al gaan gebruiken voor mijn frame generator. De lijnen die je hier ziet, dat zijn referentielijnen en hier komen straks mijn profielen ook op te liggen. Ik moet mijn modelletje opslaan. Oh, dat is de verkeerde. En ik noem deze even een mapje webinar. En ik noem dit modelletje skelet, want zo zal Inventor hem ook automatisch gaan benoemen. Ik heb hem opgeslagen. En ik ga vervolgens naar een assembly omgeving toe. Vervolgens moeten we ervoor zorgen dat we dat referentiemodel hierin gaan zetten in onze samenstelling. En dat kunnen we gewoon heel simpel doen met de place knop, wat je misschien al wel gewend bent vanuit Inventor. De webinar, de skelet open
En vervolgens zet ik hem vast neer. En mijn model is geplaatst. Voordat ik nu hier profielen op kan zetten, moet ik deze samenstelling, deze assembly omgeving, moet ik als eerste opslaan. Doe ik het niet, krijg ik die vraag straks wel. Dus ik moet nu eerst zorgen dat ik hem ga opslaan. En ik noem deze even heel simpel frame. Ik wil die workplanes graag uit hebben. Ik krijg een iets rustigere tekening. En dit is ons draadmodel. Om je nou profielen op te zetten, dan moet je naar het tabblad design. En dan staat er eigenlijk al insert frame. Met dit knopje kun je profielen toevoegen aan je schets. Insert frame. Nou, dit is trouwens ook nieuw in 2021, dat je hem in je model browser kwijt kan. Maar je kan hem uiteraard ook loskoppelen. Nou, ik vind het wel prettig als hij daar staat. En wat zien we hier nu? Wat trouwens nieuw is sinds Inventor 20.2, is dat we een categorie kunnen selecteren. En daar wordt het al wel een stuk beter van. Dus nu kun je eigenlijk al een voorselectie maken met wat voor profiel je wil gaan gebruiken in je model. Dit was voor 2020 nog niet het geval. En voor de mensen die wel eens naar Frame Generator hebben gekeken, zullen dan gezien hebben dat je een hele grote lijst hebt van de verschillende families. Dus die categorie is wel handig. Ik ga een kokerprofiel ga ik toevoegen. Dus ik zet hem hier op Square Rectangular Tubes. En vervolgens kan ik ook een keuze maken uit wat voor normering ik mijn profiel heb. Nou, deze profielen die komen allemaal uit jullie standaard content center. Dus alles wat in je content center staat, kun je hier ook in krijgen. Het is zelfs mogelijk om eigen gemaakte custom profielen hierin terug te laten komen. Dat zal ik straks even laten zien. Maar ik kies in dit geval voor de denorm. En vervolgens moet ik een family uitzoeken. En die family, dat is wat voor profiel je wil hebben. Wil je een vierkant hebben of wil je misschien rechthoek hebben? Dat kun je hier allemaal uit kiezen. Nou, ik kies zelf altijd voor de DIN EN 10219. En dat komt volgens mij ook overeen met de leveranciers hier in Nederland. Dus hier kies ik voor. En vervolgens wil Inventor ook nog van ons weten wat voor afmeting wil je hebben. En dit zijn gewoon alle standaard beschikbare profielen die ook in je content center te vinden zijn. Nou, ik zal het niet zo extreem groot doen. Dat is mijn tekening wat te klein voor. Ik pak een kokertje 40x40x2. En het enige wat ik nu eigenlijk hoef te doen, ik zal die even op nul zetten, is lijnen selecteren. Waar moet dit kokerprofiel opkomen? Nou, ik wil graag dat die hier komt te staan. En als ik daarop inzoom, op dat lijntje, dan zie je al dat die koker in beeld komt. Van hoe die er straks op, in komt te staan. Ik klik hem aan. En vervolgens zie je daar het eerste kokerprofiel. Nou, wat kunnen we nu nog meer doen? Ik kan bijvoorbeeld, ik heb hier een aantal pijltjes, ik kan mijn profiel bijvoorbeeld gaan draaien. En als je hem draait, dan zie je ook de orientation bij de rotate, zie je veranderen. En dit is ook iets wat ze behoorlijk hebben verbeterd. Het zat er vroeger niet in. Vroeger was het altijd een beetje gokken van oké, welke kant draait hij op of wanneer je een offset gaat gebruiken. Want je kan bijvoorbeeld met die offset kun je ook een richting aangeven waar die naartoe moet. En dan zie je ook dat die offset A verandert. Ik zet hem op 0, want ik hou eigenlijk altijd mijn schets exact in het hart van mijn koker. Ik zet deze even op 0, maar mocht je bijvoorbeeld in de zuivelindustrie werken, heb je altijd dat kookprofielen 45 graden gedraaid zit in verband met hygiëne, dan kun je dat heel makkelijk toepassen. Vervolgens heb ik hier ook een ligger uiteraard. Ik heb hier nog een profiel en ik kan gewoon door blijven klikken. Net zolang totdat ik denk van oké, zo klopt die. Nou, ik wil hier ook nog eentje tussen hebben. En vervolgens zeg ik oké. Nu gaat Inventor die gaat een nieuwe samenstelling aanmaken. En die nieuwe samenstelling krijgt deze naam. Die kun je zelf aanpassen. Dus ik zou hier bijvoorbeeld een andere benaming aan kunnen toevoegen. Want dit is natuurlijk niet echt herkenbaar. Of je zou de locatie zou je ook kunnen veranderen. Zegt oké. En dan zie je hier vervolgens alle members die in je model zitten.
En ook deze members, die zou je eventueel allemaal een andere naam kunnen geven. Dus als je dan een keer op de tekst drukt en vervolgens op de drie puntjes, dan kun je de benaming kun je wijzigen. Dus mocht je bijvoorbeeld een nummering systeem gebruiken binnen het bedrijf, dan kun je dat hierin veranderen. Wat ik in het verleden heel veel heb moeten doen. Ga ik nu niet doen, want dan lopen we te veel uit. Dus ik laat hem gewoon standaard en ik zeg oké. Hij moet even laden en ik zie nu dat mijn profielen zijn geplaatst. Goed, dan denk je waarschijnlijk van ja, je hebt nog meer lijntjes in je model zitten, dus waarom doe jij die niet? Dat doe ik bewust niet, want stel je hebt een partlist heb je in je 2D-tekening. Dan wil je juist dat je partlist eigenlijk zo klein mogelijk blijft. Dus ik heb dit profiel, deze, die wil ik gaan hergebruiken. Waardoor Inventor bijvoorbeeld niet twee keer het dubbele profiel in de partlist gaat zetten. Dus dat er straks gewoon heel mooi komt te staan. Dit profiel komt twee keer voor. Wat kun je daarvoor gebruiken? Dat is de reuse functie. Ik klik hem aan. En vervolgens wil Inventor weten, oké, welke frame member wil je gaan hergebruiken? Dat is deze. En vervolgens moet ik het lijntje aanwijzen waar die moet gaan komen. Dat is daar. En mocht je die nou willen gaan draaien of wat dan ook. En dit is best wel handig dat ze het hebben toegevoegd in 2021. Ik kan nu met die zoom functie, kan ik echt even dat kopse kant bekijken van hoe het profiel komt te liggen in het model. Dit zat in 2020 zat dit er niet in. Dus dit is wel een stukje handigheid wat ze hebben toegevoegd. Waardoor het echt een stuk makkelijker gaat worden. Wanneer je het profiel hebt toegevoegd, klik je op het plusje. En vervolgens wil ik dit profiel hergebruiken. Dus ik selecteer het profiel. Daar moet die komen. En vervolgens nog een keer op het plusje. En de staanders die komen daar. En vervolgens nog een keer plusje, want ik heb nog een profiel nodig. En je zult je misschien afvragen waarom heb je die bovenste ook niet daarvoor gebruikt. Maar ik ga straks speciale bewerkingen toevoegen. Goed, ik heb nu al heel snel een frame gemaakt. Maar je zult zien dat dit natuurlijk niet te maken is. Materialen die door elkaar heen gaan. Wat ik zelf altijd wel handig vind. Vooral wanneer je met bijvoorbeeld wat complexere framewerken gaat beginnen, is even de inspect functie en de analyze interference te gebruiken. Dat zit al heel lang in Inventor. Ik selecteer gewoon mijn volledige samenstelling en vervolgens zeg ik oké. En dan wijst Inventor mij wel aan waar heb ik conflicten. Nou, ik zie sowieso al dat ik er een aantal heb. En dit adviseer ik sowieso altijd wel te doen in assemblies. Vooral met plaatwerk of iets dergelijks. Want je wil niet dat ze met de haakse slijper nog het plaatwerk moeten bewerken. Heb ik in het verleden ook wel eens moeten doen. Word je niet vrolijk van. Goed. Maar ik wil dit hoekje, die wil ik graag in verstek hebben. Dus ik wil dat die uiteindes van die kokerprofielen in 45 graden komen. Nou, daar hebben wij hele mooie handige functies voor. Tabblad design. En we hebben het frame geplaatst. En nu hebben we hier ook een aantal knopjes die we kunnen gaan gebruiken. En om hem in verstek te krijgen, kunnen we hier de matter functie voor toepassen. En het enige wat ik hoef te doen, members aanklikken. En je ziet ook, omdat ik deze heb hergebruikt, dat ik deze niet meer aan hoef te klikken. Nou, dat loog ik. Ik moet hem wel aanklikken. Maar hij neemt hem al wel mee, want anders had ik in deze hoek niet kunnen maken. Ik zou bijvoorbeeld nog kunnen zeggen van ik wil graag een tussenafstand erin hebben. Bijvoorbeeld voor een las of wat dan ook, een afstand van 1 mm. Ga ik niet doen, ik wil hem gewoon tegen elkaar aan hebben. En vervolgens zeg ik oké. Inventor moet even nadenken en je ziet nu dat het kokerprofiel in verstek zit. Wat je ook ziet, is dat dit profiel wat ik heb hergebruikt, de verkeerde kant op staat. Geen paniek, want dit is ook weer heel makkelijk op te lossen. En dat heeft Autodesk behoorlijk verbeterd. Want dit was altijd wel een beetje een ramp in de oudere versies van Inventor. Ik heb met Frame Generator gewerkt in 2015 versie van Inventor. En dan was het altijd puzzelen. Maar wat we kunnen gaan doen,
is de Change Reuse. Ik selecteer vervolgens het profiel en ik kan gewoon het pijltje pakken en ik kan hem draaien. Of je kan hem uiteraard hier in het invulvenster een waarde invullen en vervolgens oké. En hij is aangepast. Dat moet ik ook even voor deze doen, voor de lange Change Reuse. Even draaien, 90 graden. En vervolgens, oké. En nu hebben we dit opgelost. Dus het bovenste is een mooi raamwerk geworden. Maar de staanders, die gaan, of de poten, die gaan nog door het bovenste raamwerk heen. Nou, hoe kunnen we dit oplossen? Dat zou je kunnen doen met de Trim Extend. Hele mooie functie. Ik moet eerst het vlak selecteren tot waar de kokers moeten komen. Dit vlak. Vervolgens selecteer ik het eerste profiel wat ik heb geplaatst en die andere gaan nu gewoon mee. Die hoef ik niet te selecteren. En vervolgens zeg ik oké. Alle kokerprofielen zijn nu ingekort. Dat moet ik ook nog even doen voor deze. Oh, verkeerde vlak. Dit vlak. Dit profiel. En die andere die gaat ook gelijk weer mee. En vervolgens moet ik nog even de andere kant doen. En het profiel is klaar. Dus als ik nu nog een keer een inspectie ga doen, dan zul je zien dat er geen fouten meer in zitten. Nu wil je hier misschien wel plaatjes onder hebben. En dit is iets wat ze, volgens mij was dat sinds 2019 update 4, hebben ze dat toegevoegd. En dat is de Insert Cap. Vroeger moest je later nog plaatjes zelf uit je contentcenter halen en constrainen aan die poten. Maar tegenwoordig kun je de Insert End Cap gebruiken. Je selecteert het vlak of de vlakken waar ze moeten gaan komen. Ik wil er 4 hebben, maar anders wiebelt de tafel straks. En nu kan ik bijvoorbeeld hier ook kiezen van oké, nu ligt hij er tegenaan, maar ik kan ook zeggen hij komt erin. Die keuze heb je ook. Nou, wat voor hoekjes van je plaatjes wil je hebben? Nou, ik wil hem graag wel even afgerond hebben. Vind ik wel zo netjes. En volgens mij, uit mijn hoofd, is de fillet 4 mm. Dikte 10. Nou, dat is een beetje overdrijving. Ik maak er 6 mm van. En vervolgens, maar je kan ook nog zeggen, ik ga hem roteren. Ga ik niet doen. Ik zeg oké. Hij slaat hem. Onder deze naam slaat hij hem op. Vind ik in dit geval helemaal prima. En ik zeg oké. En ik heb voetplaatjes. Nou, dat is helemaal fantastisch. Ik ga die even inklappen. Wil je nu bijvoorbeeld andere profielen gaan gebruiken? Want je denkt, ja, 40x2, dat is toch iets te klein. Dan zou je bijvoorbeeld voor kunnen kiezen met Edit with Frame Generator. Om een ander profiel uit te zoeken. Is allemaal mogelijk. Of wil je graag informatie over een profiel hebben, dan zou je kunnen zeggen frame member info, selecteer het profiel. Je krijgt hier alle informatie over dat betreffende profiel wat je hebt geselecteerd. Ik sla mijn model nog een keer op. En dan wil ik hem even op een werktekening zetten. Even op een 2D tekening. Wij hebben een hele mooie eigen template. En vervolgens zet ik even een 3D modelletje erop. Nou, de schaal ben ik het niet mee eens. Die al helemaal niet. 1 op 5. Helemaal mooi. Goed. Ik wil hem nog wel even in kleur hebben. En nu wil ik een partlist erbij hebben. Nou, hoe ziet die eruit? De partlist. Nou, ik heb natuurlijk een eigen template waar ik alles al best wel goed heb ingesteld. Maar nu zie je ook dat de aantallen goed staan en de lengtes ervan ook. Ga ik er even ballonnetjes aan toevoegen. Ik doe ze niet allemaal. Ik wil ze natuurlijk wel recht hebben, want zo ben ik nou eenmaal. Daar kan ik niet over. Zo. En dan zie je dat dat ook overeenkomt. Nummertje 2 komt 4 keer voor. Lengte van 480 mm. Helemaal goed.
Maar je zult ook zien dat dat skelet erin zit, in je partlist. En die wil je er graag uit hebben. Nou, hoe kun je hiermee omgaan? Dat kan op verschillende methodes. Hetzelfde als trouwens die plaatjes, die staat niet op 1 mm. Klopt dat niet? Laat ik straks zien hoe je dat kan aanpassen. Maar het skelet wil ik er heel graag uit hebben. Manier 1 die ik dan zou kunnen toepassen is vanuit dubbelklik op je partlist, rechtermuisknop visible uitzetten en vervolgens even opnieuw sorteren op nummer. Apply en hij is aangepast. Maar nu, dit plaatje, die is 6 dik en hier staat lengte slash dikte. Dat plaatje is 6 mm dik. Nou, hoe kun je dat hierin krijgen? Dan ga ik even naar mijn Bill of Materials. Misschien dat je er al wel bekend mee bent. Misschien ook niet. En dit is heel erg handig in Inventor. Want ik zie hier namelijk de fillet corner staan. Quantity komt 4 keer voor. Dat klopt ook. Helemaal goed. Die hoef ik niet te gebruiken. En ik ga even kijken. Is dat die? Ja. Base quantity, dubbelklik op each en vervolgens model parameters, thickness 6 mm, dan aangepast. Dus nu klopt deze ook weer. Ik sla hem even op. En nu heb ik dat net voorgedaan met kokenprofielen. Of ja, en ik wil hem straks nog even met een IPE-balk voordoen, want daar kun je ook hele mooie dingen mee doen. Ik ga eerst even het frame nog even een keer aanpassen. Dus ik ga naar het skelet toe en ik had hem 1000 breed gemaakt. Nou, ik maak hem even 1500 en de hoogte die maak ik even 750 mm. Nou, wat ik in dit geval even moet doen is even mijn tekening updaten. Ik sla hem even op. Ik ga naar mijn frame toe en je ziet al dat je skelet van het frame groter is. Nou, ik ga mijn model even updaten en mijn frame is gelijk alweer aangepast. En hetzelfde geldt ook voor de stuklijst. Gaat allemaal mee. Dus zo op deze manier kun je ook weer heel snel frames aanpassen zonder dat je er heel veel handelingen voor hoeft te doen. Eén ding wat je nooit mag doen wanneer je met frame generator aan het werk bent, is het skelet eruit halen. Dus in die assembly waar die profielen zitten mag je nooit het skelet mag je verwijderen, want dat is de referentie van je profielen. En dat is heel moeilijk te herstellen. Ik spreek uit ervaring. Goed, dan laat ik het nog even zien met het volgende modelletje. Ik heb het net met kokenprofielen gedaan. Nou, dat is vrij eenvoudig om dat te doen. Maar ik wil het ook even laten zien met een IPE-balk. Ik zal even heel snel een modelletje tekenen. Ik doe alles met sneltoetsen. Zo, finish sketch. En die noem ik maar even part 13. Mag officieel natuurlijk niet. En vervolgens haal ik part 13 haal ik binnen. Dan ben ik hem alleen even kwijt. Ah, daar staat hij. Yes. Goed. Ik sla hem weer op. Assembly 5. Noem ik hem maar even. Mag officieel ook niet. Althans, bij mij niet. En ik kies in dit geval even voor een I-beam. Nou, dan heb ik de DIN 10251. Helemaal super. En ik wil hem hier graag op hebben. En ik wil hem hier graag hebben. En vervolgens zeg ik oké. Krijgen we dezelfde melding. Hij gaat de profielen gaat hij opslaan. En ik zeg vervolgens oké. Nu heb ik natuurlijk een probleem, want dit profiel die heeft een behoorlijk conflict. Nou, als ik dit de werkplaats in zou sturen, nou dan kan ik je garanderen dat de mensen die het moeten maken naast mijn bureau staan. En dan wordt het niet een heel prettig gesprek. Dus ik moet dit aanpassen. Ik moet dit IPE-profieletje, noem ik het maar even, moet ik gaan aanpassen. Daar hebben we ook weer een hele mooie functie voor. En dat is de notch. Ik activeer de notch. En vervolgens moet ik eerst het profiel selecteren. Dat kun je ook wel zien aan de kleuren die je wil gaan bewerken. Dus ik heb nu dit profiel aangeklikt. Vervolgens de notch tool. Dat is deze. En nu zie je dat ik hier een basic profile heb. Dus wat ik nu kan doen, want hij gaat het modelletje zo bewerken dat hij exact in dit profiel gaat passen.
Nu kan ik bijvoorbeeld nog zeggen van ik wil hier een afstand van tussen hebben van bijvoorbeeld 10 mm. Dat zou kunnen. Ja goed, dan moet je een behoorlijke last leggen. En ja, dat gaat je ook niet lukken. Maar wat je bijvoorbeeld ook kan doen is een custom AI template aanmaken. Kijk, en nu kun je bijvoorbeeld dingen gaan aanpassen. Je kan bijvoorbeeld de hoogte kun je wijzigen. Even kijken. Nou, ik zet die bijvoorbeeld eens even op 3 mm. En dan zul je zien dat die hoekjes ook gelijk worden aangepast. Als ik deze op 5 zet, dan zie je dat dat hier verandert. Ik zet hem even op 15. En wat je nou kan doen, is deze ook opslaan. Dus dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, create new preset. En dan noem ik deze bijvoorbeeld I80. En wat is het voordeel hiervan? Ik hoef hem niet steeds weer opnieuw dezezelfde data in te vullen. Want ik kan bijvoorbeeld bij die presets, kan ik hem nu gewoon selecteren. En Inventor onthoudt hem ook gewoon. Dus dan kun je hem altijd nog een keer hergebruiken. En je ziet ook dat het profiel is aangepast door de gegevens die je zelf hebt ingevuld. Dit heb ik in het verleden ook heel veel gebruikt. En dit kun je doen met UMP-profielen. Dit kun je met alle profielen doen. Inventor past het helemaal voor je aan. En dat maakt het wel heel erg makkelijk. Zonder dat je dat zelf allemaal handmatig moet wijzigen. Of krijg je dan weer een wijziging in een bepaald profiel. Dan zul je misschien wel herkennen van oké, nou is hier weer referentievlakken kwijt. En dan kun je dat gewoon heel makkelijk kun je dat hierin gaan doen. Zijn het dusver vragen trouwens? Volgens mij, ik heb niks voorbij zien komen. Ah, ik zal nog even één dingetje laten zien. Je kan ook zelf profielen toevoegen. Dat laat ik niet zien hoe je dat moet doen. Want dan duurt de webinar nog een half uur. Maar ik kan wel even die ene schets gaan gebruiken. Part 13. Nog een keer. Assembly 7 vind ik helemaal goed. En als ik deze nu eens op all zet, dan heb ik hier bij de standaard, als het goed is, of is hij eruit? Hij is eruit, zie ik. Dat is heel erg jammer. Want ik had namelijk een stuk hout toegevoegd, want ik heb binnenkort ook een webinar met mijn collega Guido over het uitwisselen tussen Inventor-bestanden en Revit-bestanden. Dan had ik zelf een bibliotheekje aangemaakt, maar ik zie dat die er nu niet in zit. Ik krijg een vraag in de chat. Kunnen we dit nog een keer terugkijken? Zeker kan dat. We hebben ook een YouTube-kanaal. Dus als je op YouTube gewoon Cadix invult, dan krijg je heel veel video's te zien. En daar komt deze webinar ook op te staan. Dus dan kun je het altijd nog een keer terugkijken. Wij hebben hier ook een training van frame generator en is misschien ook wel handig om te doen, want dan ga je toch even iets meer de verdieping in, want dit is natuurlijk in een half uurtje moet ik heel veel informatie gaan vertellen, maar dan kun je het ook even gaan ervaren van hoe dat precies is. Dan heb ik ook wel handige tips van hoe je met sommige situaties moet omgaan. Goed, dus we hebben gezien hoe we een 2D model moeten opzetten met gewoon schetsen, een skelet model. Vervolgens hoe we die hebben ingeladen in een assembly omgeving, hoe we daar vervolgens profielen hebben toegevoegd met de insert frame, hoe we de profielen hebben bewerkt met de functies en vervolgens ook de end cap en hoe dat er vervolgens ook uitziet op je 2D werktekening. Zijn er geen vragen? Want dan ga ik weer even terug naar mijn PowerPoint. Want dat was de webinar alweer over frame generator. Volgens mij exact een half uurtje. Wat ik al zei, we hebben hier een training ook in. Dat is een module frame generator. En mochten er geen vragen zijn, of denk je van, of heb je een vraag en dat schiet later in één keer te binnen, dan kun je ons altijd mailen. En dat kun je doen naar info@cadix.nl. Even kijken, er zijn nog geen vragen. Nou, dat zie ik natuurlijk ook als een heel mooi compliment. Dan is het allemaal heel erg duidelijk. Of misschien zijn jullie nu druk aan het typen. Het ging inderdaad vrij snel.
Maar het is ook maar een half uurtje. Ik kan er een halve dag over praten. Maar ja, dat duurt te lang. Dit scheelt inderdaad heel veel werk, vooral met aanpassen. Dus mochten jullie meer informatie erover willen, neem gerust contact met ons op. Even kijken. En hij komt inderdaad ook op YouTube te staan. En daar vind je ook andere interessante webinars, ook wat met Invento te maken heeft. Dus daar zie je bijvoorbeeld ook video's van Tube & Pipe. Je ziet iLogic. Fold staat erop. Dus mocht je daar bijvoorbeeld meer over weten, kun je daar allemaal terug zien. Als er verder geen vragen zijn, dan wil ik jullie in afval bedanken voor het volgen van deze webinar. En wellicht zien we elkaar in de toekomst. Dan sluit ik de webinar af. Dank jullie wel.